Hallo allemaal, Josh Welling van FutureMoms hier weer. Met een video over, zoals jullie misschien al gokken, een broedstoof. Ik kreeg namelijk deze vraag, ik denk op in een YouTube-reactie of zo, weet ik niet meer zeker. Vroeg iemand over broedstoven en die zei van, joh, hoe hou jij je eieren en je broedstoof eigenlijk vochtig? Want die had een natte broedstoof, als het ware. Terwijl ik een droge broedstoof heb. Nou, dus dat gaf wat. Was een vraag van die persoon. En toen dacht ik, nou, dat is een goede vraag om ook op YouTube te gaan beantwoorden, natuurlijk. Heel zwart-wit gezegd, kun je dus twee soorten broedstoven hebben om eieren uit te broeden voor slangen. De eerste is eigenlijk wat ik heb, dat noemen ze een droge broedstoof. Nou, dat is in dit geval, hieronder kun je het zien, het is letterlijk een houten in elkaar geschroefde kast. Ik heb in dit geval glazen schuifruitjes, net als eigenlijk een terrarium. Maar dat kan van alles zijn als het maar open kan. Ik heb warmtekabels erin om te verwarmen, met op het thermostaat natuurlijk. En een ventilatortje, die zien jullie daar. Zo, klein ventilatie puur om de lucht eigenlijk rond te laten gaan. Maar het belangrijkste dus met een droge broedstoof is dat dus eigenlijk de omgeving letterlijk droog is. Er zit geen vocht, geen water of zo. Het is gewoon letterlijk een kast. Maar eieren hebben natuurlijk wel een hoge luchtvochtigheid nodig. Tussen de 90 en 100% relatieve luchtvochtigheid. En ze moeten ook wel in een, moet niet per se, maar ze wel best in een vochtig substraat liggen. Ik doe dat dus met een droge broedstoof in de hand van de bakjes. Zoals jullie misschien zien. Wacht, ik zal eventjes kijken. Oh, inzoomen. Doen we gewoon zo. Kijk, vooral dit bakje kun je hier zo goed zien. Moet je even zorgen dat ik de goede kant op ga hier zo. Zie je echt wat vochtig, hè? Wat aanslag. Nou ja, dat is helemaal niet erg. Dat zijn gewoon waterdruppels natuurlijk. Dus ik zorg dat het in de bakjes zelf wel vochtig is. Daar zijn dit braplasbokjes van 3 liter. Dat zijn die bekende bakjes met zo'n klepdekseltje zo. Met vermiculiet en water erin. Zo, dan zien jullie mijn mooie gezicht in beeld. Ahem, ahem. Dus ik zorg dat het in dat plastic bakje, dat daar de luchtvochtigheid heel hoog is. Dat doe ik dus door nat vermiculiet. En dat is eigenlijk constant aan het verdampen natuurlijk. Hè? Want er wordt warm, dus water verdampt dan. Nou zit hier wel wat luchtgaatjes in, dat was ook nog een vraag. Maar daar heb ik wat mee geëxperimenteerd vorig jaar en het jaar daarvoor. En het scheelt eigenlijk niet zo heel veel. Je hoort namelijk altijd dat slangen eieren verse lucht nodig hebben. En dat is ook wel logisch. Stilstaande lucht wordt in zoverre een beetje muf als het ware. Dus het is helemaal niet slecht om wat verse lucht te hebben. Maar zoals ik zei, ik heb vorig jaar ook bakjes gebruikt waar helemaal geen luchtgaatjes in zaten. Ik heb wel eens 1 luchtgaatje gedaan, dus het kan eigenlijk een beetje alle kanten op. Nou heb ik deze bakjes laatst 100 gekocht en daar zitten in het deksel zitten een paar kleine gaatjes. Dus daar hoef je eigenlijk niet eens aan te doen. Daar zit al wat verse lucht in. Kijk, daar en daar. En hier aan de zijkanten ook 2 en boven ook 2. Dus hier zitten in totaal 8 gaatjes in. Dit is trouwens zo'n 3 liter braadpas. Voor degene die niet kende met het klefdekseltje wat ik bedoel. Dus in dit geval komt er als het ware automatisch al frisse lucht in de eibokjes. Omdat zelfs als je ze opstapelt, die zijn zo gemaakt dat de luchtgaatjes zo aan de zijkanten zitten. Dus hier komt eigenlijk al verse lucht in. Elke keer komt natuurlijk ook wat lucht hier door de schuifruitjes. Maar elke keer als ik hem open en dicht doe, komt er in heel de broedstoof wat frisse lucht. Dus zo heb je eigenlijk genoeg frisse lucht. Vroeger las je altijd, en misschien nog steeds, maar dat je als je dat niet hebt, of dat je daar sowieso 1 keer in de week een dekseltje moet openmaken om er frisse lucht in en uit te doen. Nou is 1 keer in de week in mijn ervaring echt sowieso niet nodig. Ook toen ik bakjes had die helemaal afgesloten waren, deed ik ze misschien in heel de broedtijd 2, 3, 4 keer open. Dat is in 2 maanden tijd. Dus zeg maar elke 2 tot 3 weken een keertje. En dat is echt genoeg. Ik had niet het idee dat eieren afstorven, gingen schimmelen, weet ik, dat soort dingen. De reden dat ik ze wel af en toe openmaak is omdat ik wil controleren of het vermiculiet nog vochtig genoeg is. Zeker als je wel luchtgaatjes erin hebt. Het nadeel is natuurlijk, het vocht verdampt ook uit die gaatjes en is gewoon op een gegeven moment weg. Dus als ik hier nou 2 maanden niet naar om zou kijken, dan hebben die eieren wel genoeg frisse lucht gehad, maar veel te weinig luchtvochtigheid. Dan gaan ze dus ergens in de broedtijd, als het ware, gaan ze die embryo's nog afsterven omdat ze gewoon te droog liggen. Dus dat is altijd een beetje de balans die je moet vinden tussen vochtigheid en frisse lucht. Dus dat is altijd een beetje zo de balans. Met een natte broedstoof, die kunnen van alles en nog wat gemaakt zijn, maar meestal zijn er bijvoorbeeld oude aquaria, maar het kunnen ook Tempex dozen zijn of coolbox of zo. Dan ga je namelijk onderin, ik zal het zo doen, dat trouwens hier zien jullie het ook, hè? Zo. Dan ga je onderin een laag water doen. In dat water leg je een aquariumverwarming, dus een verwarmingselement waar je gewoon voor een aquarium gebruikt.
En die zet je, die moet je vaak iets hoger zetten. Stel dat je 28 graden, dan moet je die op 29 of soms 30 graden zetten. Maar dat is altijd een beetje spelen natuurlijk. Dan ga je dus het water verwarmen onderin. En omdat het water warm wordt en eventueel ook nog een beetje circuleert, maar hoeft niet eens per se. Maar dat water wordt warm, dus gaat ook verdampen. Dus heel je broedstoof wordt daardoor één vochtige broedbak als het ware. Het voordeel is dus dat zolang er water in zit en je warmte-element doet, blijf je constant een hoge luchtvochtigheid houden. Dus je hebt iets minder kans op te droge eieren. Wat wel een nadeel kan zijn, is dat het te nat kan worden. Er is namelijk verschil, eieren hebben wel een hoge luchtvochtigheid nodig, maar mogen niet nat liggen. Dus er is een verschil tussen vochtig en nat in zoverre, of luchtvochtigheid tenminste. Daarom praat je bij Reptiel ook altijd over de RV, de relatieve luchtvochtigheid. Die kan natuurlijk maximaal 100% zijn en die moet dus tussen de 90 en 100 zijn. Maar leg een ei onder water, dan is die ook 100% nat en vochtig, maar dan verdrinkt het embryootje, dus dat schiet ook niet op. Dus altijd een beetje de afweging die je moet maken. Die persoon die de vraag aan mij vroeg, die had ook in die broedstoof wel vermiculiet, maar die had geen dekseltje erop. Dus die zei van, ja, moet ik dan een deksel gebruiken, want ik zie dat jij dat ook doet. Nou, in dat geval hoeft dat dus niet per se, omdat zonder deksel ga je veel luchtvochtigheid verliezen. Maar dat is niet erg, want heel de broedstoof is vochtig, dus dat is niet zo'n ramp. Het enige nadeel is misschien, voor mijn gevoel liggen ze dan een beetje wat kwetsbaarder. Maar dat is meer wel iets in mijn gedachten, als wat misschien echt zo is. Als je namelijk niet aan die eieren komt, dan liggen ze daar lekker niks te doen. Dus zolang je broedstoof vochtig is, dan is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Het nadeel is, je kunt ze natuurlijk niet stapelen dan als je geen deksels gebruikt. Dus dan zou je ze alweer langs elkaar moeten gaan zetten. Even erbij zeggen trouwens, stel je hebt je laag water van 5 centimeter, dan moet je er wel iets in het water zetten. Dat kunnen bakstenen zijn of iets van hout, maar dat is de bakjes met eieren boven het water staan. Dus laat niet die bakjes, ja, zou meteen ook nog kunnen, in het water drijven. Zou ik niet aanraden. Dus zorg dat je een laag water hebt van een paar centimeter waar je verwarmingselement in kan. En zorg dat je iets zwaars hebt wat op de bodem staat, waardoor je met een rooster bijvoorbeeld, dat je daar je bakjes eieren of zo opzet. Dus dat is een beetje veel tussen een droge en een natte broedstoof. Het kan dus allebei. Ik heb vroeger, toen ik net begon met kweken, heb ik ook zelf een natte broedstoof gemaakt. Zelf glas gesneden, piepschuim aan de buitenkant geplakt voor de isolatie, warmte-element erin. Een schuin aflopend dekseltje. Dat is ook nog wel eens de misvatting, wil ik niet zeggen. Maar vroeger werd altijd gezegd, als er druppeltjes water op je eieren komen, worden je eieren slecht en verdrinken ze en zo. Dat is ook echt niet het geval. Hier zitten, zeker aan de bakjes die al wat langer staan, hangen gewoon soms condensdruppels aan de deksels. Die vallen echt wel eens op je eieren. Zeker als je bijvoorbeeld een dekseltje openmaakt. Dit zijn van die klikdeksels, dus die klikt los. Nou, dan vallen er wat druppeltjes naar beneden. Helemaal geen ramp. Een druppel water kan helemaal geen kwaad voor zo'n ei. Nou scheelt het nog, ik doe altijd mos over mijn eieren leggen. Dus dan, ook al zou er een druppel water vallen, wordt eerst nog door mos opgenomen. Dus wordt het nog niet echt een druppel. Maar een druppeltje water hoef je bang voor te zijn. Maar als je daar dus wel bang voor bent of wilt voorkomen, zet dan of de bakjes scheef neer of zorg dat je een scheef aflopend dekseltje hebt. Zeker met een vochtige broedstoof, een natte broedstoof is al wel fijn. Als, stel het is hier hoog en hier laag. Het water verdampt, komt die condensdruppeltjes die komen tegen de bovenkant aan van je broedstoof. En omdat dat scheef is, en daar glijden die druppels naar beneden en vallen hier weer terug je water in. Dus en als het midden je eieren staan, dus eieren, water loopt zo er mooi langs af en hier weer naar beneden. Dat is een voordeel, maar het is wat moeilijker maken. Dat kan niet makkelijk met een Tempex doos of je moet het deksel allemaal scheef gaan snijden, weet ik wat. Maar begin daar niet aan, echt niet erg. Tenzij dat je misschien geen deksel gebruikt. Maar als je in een natte broedstoof een dekseltje gebruikt, niks aan de hand. Nou verder wat algemene dingetjes. Vroeger, misschien mensen die mij langer volgen, zowel op Facebook als op YouTube. Vroeger had ik een oude Coca-Cola koelkast, die ik zelf had omgebouwd tot broedstoof. Werkt ook goed. Het voordeel van zo'n koelkast is, er is een hele dikke wand die goed isoleert. Er zit een grote glazen deur in, dus je kunt er makkelijk in kijken. Sluit ook goed af, er zitten natuurlijk helemaal rubbers rondom. En dat zat bij mij niet altijd, maar bij mij zat er boven in een grote ventilator die de lucht ook nog circuleerde. Dus die werkte eigenlijk ideaal. Ik heb daar gewoon, die heb ik gekocht voor, ik denk hij was, ja, was wel stuk. Ik denk dat ik daar €50 voor heb betaald of zo. Ik heb daar de motor, dus het verwarmingselement als het ware, gewoon uitgesloopt helemaal. Dat is niet zo moeilijk. Daarna warmtekabels erin gemaakt en die op een thermostaat gezet. Dus in plaats van koelen, het was natuurlijk een Coca-Cola koelkast, maar werd het eigenlijk een verwarmingskast. Werkt heel goed. Heb ik ook nooit spijt van gehad. En ik zou het serieus nog steeds gebruikt hebben. Het enige nadeel was, hij werd gewoon te klein voor het aantal nesten. Dus er pasten 4 van die braadplasbakken op. 1 plateautje. En er waren zoveel plateautjes. Dus op een gegeven moment had ik gewoon niet meer genoeg ruimte erin. Daarom ben ik toen deze zelf gaan bouwen. Deze past hier precies in het nisje hier. In een kleine, dit is de babykamer waar we nu zitten. Dus het is makkelijk, want als ik de eieren heb, kan ik ze meteen in de babykamer zetten. Maar het past hier ook gewoon mooi in het nisje. En ik heb dus zo op maat gemaakt dat er 2 braadplasbakken achter elkaar kunnen. En 4 breed met een beetje speling. Dus er kunnen er 8 op en 5 hoog. Behalve hier zit het ventilatortje net. Het zou passen, maar ik net in de weg. Dus
Hier zet ik er 8, 4 bij 4 en dit is dan 5, 5, 5 als het helemaal vol is. En ik heb 3 van die kasten boven elkaar. Dus ik kan 38 maal 3 bakjes kwijt. Dus ik kan nu heel veel eieren kwijt. Zoveel heb ik er niet eens nodig. Maar ja, als ik toch ga bouwen, kan ik er beter in één keer 3 bouwen als 2. En dan 3 jaar later denk ik, oh, ik moet er nog eentje bij bouwen of zo. Dus ik denk, ik kan beter iets meer ruimte hebben dan iets te weinig. Nogmaals, de warmtekabels die staan aangesloten op thermostaten. En die houden het gewoon lekker goed op temperatuur. Dus, nou, ik hoop dat de vraag een beetje beantwoord is over de natte en de droge broedstoven. Zo niet, reageer hieronder. Want ik lees alles wat jullie typen en daar reageer ik ook altijd op. Maar als er nou een goede vraag uitkomen, dan kan ik daar natuurlijk ook nog een video van maken voor alle andere YouTube-kijkers onder ons. En dat mag ook via Facebook of zo. Maar ik lees alles. Alles wat jullie sturen, lees ik dus. Waar je ook wil reageren, geen probleem. En ik maak er een filmpje over als het een leuke vraag is of een goed onderwerp is. Als jullie überhaupt nu nog na 10 minuten zitten te kijken, dankjewel daarvoor. Klik dan graag even op het duimpje van vind ik leuk. Want daardoor wordt deze video populairder bij andere YouTube-kijkers. En dan krijg je ook weer makkelijker de andere video's te zien van mij en zo. Dus hoe stom het ook is, YouTube is een irritante, heel leuk en irritant tegelijk. Maar dat duimpje helpt serieus, omdat dan dus mijn video's weer worden aangeraden bij andere mensen. Ook reptielenfilmpjes kijken en dat soort dingen. Dus als je de tijd hebt en je vond het leuk, duimpje, ben ik weer blij. Dat was hem weer voor deze week en ik zie jullie de volgende keer weer. Doei!